Naast mij zit Lilith en daarnaast zit Elsbeth Ronner. Ik ben Lieke van Hooydonk. We hebben elkaar de keuze gelaten of je je eigen voornaam of achternaam in de bureaunaam wilde stoppen. En daar is dit dus uitgekomen. Leuke bijkomstigheid vinden wij dat het ook enige verwarring oproept. Ja, je weet niet zo goed of je te maken hebt met een getrouwde vrouw of een dame op stand. Of met een collectief of met één persoon. En tenslotte vinden we het ook erg mooi klinken en lijkt het op het cadans van Ludwig Mies van der Rohe. Toen we begonnen met afstuderen, toen hadden we eigenlijk al het idee dat we wel met elkaar een bureau wilden oprichten. En in 2010 hebben we dat gedaan. En dat kwam voort uit dat we veel liever voor onszelf wilden werken dan voor het idee van iemand anders. En voor het bureau van iemand anders. We hebben deze ruimte gekozen, of deze locatie gekozen. Allereerst omdat we hier zijn, het was heel leuk, we zijn hier afgestudeerd. En vlak daarna werd eigenlijk bekend dat ze ruimtes gingen verhuren. En het is natuurlijk fantastisch om met je bureau midden in het centrum van Rotterdam te zitten en uit te kijken over de Hofbogen, het Hofplein, het Schikade. Momenteel werken we aan de performatieve ruimte. Dit is een onderzoek wat we hebben gedaan in samenwerking met Conditional Design voor de Studio for Unsolicited Architecture. Dit onderzoek is afgerond half januari. En nu geven we daar voortgang aan door tot realisatie te komen van een performatieve ruimte in Rotterdam. Performatieve ruimte, heel kort gezegd, gaat over het reactiveren of het activeren van de openbare ruimte. Rotterdam is de stad bij uitstek met heel veel openbare ruimte, maar te weinig plek waar die publieke sfeer kan landen. Vandaar de performatieve ruimte en wij stellen deze voor onder andere op het Schouwburgplein en in het Museumpark hier in Rotterdam. Rotterdam is best wel een rare stad en daarom vinden we het ook wel een hele leuke stad en daarom vinden we het ook wel leuk om over die openbare ruimte na te denken. Dus we kwamen er eigenlijk op uit dat we Rotterdam vanaf een afstand het allermooist vinden. Dus dat als je naar Rotterdam rijdt en je komt weer thuis en je rijdt over de snelweg, dat er dan een aantal punten zijn in de stad dat je de stad inrijdt en dat je die hele skyline ziet liggen en dat je denkt, wow, dit is Rotterdam. Het is vaak projectafhankelijk, dus of met ons afstuderen waren dat klassieke en nieuwe Engelse, zoals Sir John Soane, maar ook Caruso St. John en Smithsons. En nu zijn we met veel anderen geïnteresseerd in de Belgen, kunstenaar Jan de Kok, maar ook de architecten. We zijn onder andere te spotten een paar verdiepingen hier omlaag, in de dépendance van het Schieblok. Daar hebben we onder de bar ontworpen en gebouwd, samen met Thijs Bakker. Nou ja, dan kan je heerlijk biertjes drinken en lezingen bijwonen en mensen uit Schieblok ontmoeten. Dat is gewoon een hele goede plek. Thank you.